allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en we zitten in de tweede week van de kerstvakantie. Ik wilde zeggen herfstvakantie, maar het is kerstvakantie. Ik ben echt in de ultieme vakantiemodus. Het is 4:30 en ik ben weer in mijn bed gaan liggen en lekker YouTube filmpjes aan het kijken. Ik werd vandaag pas om 12:00 wakker. Blijkbaar was mijn lichaam echt heel erg toe aan vakantie, want ik ben nu al 3 dagen lang aan het uitslapen tot 12:00. En vorige week kon ik natuurlijk niet echt uitrusten, want was ik op wintersport. Dus mijn lichaam die denkt nu echt, je zoekt het maar uit, je gaat maar gewoon lekker slapen. Dus ik ben gewoon echt gewoon optimaal van mijn vakantie aan het genieten, door helemaal niks te doen. En ik vind het heerlijk. Het is echt heel lang geleden dat ik niks heb gedaan. Ik ga straks naar de bios met mijn broertje en vrienden van hem. Want ik ga naar Cats. En ik ben echt heel benieuwd. De reviews zijn niet heel goed. Maar ja, ik hou sowieso van musical. Dus ja, ik denk dat ik het toch wel leuk ga vinden. Ja, ik ben gewoon moe. Ik ben gewoon echt moe. Het is echt verschrikkelijk. Och. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En dit is de laatste dag van 2019, jongens. Ik heb zo'n hekel aan oud en nieuw. Just saying. Weet je, ik ga vanavond wel wat leuks doen. Ik ga naar Tilburg gaan met vrienden lekker vieren. Kijk, dat is allemaal super leuk. Maar ik vind het allemaal zo nergens op slaan, dat oud en nieuw. Ik word morgen wakker en dan is het 2020 en dan voel ik me gewoon net als nu. Dus ik ga nu zo heel even eten en dan ga ik ongeveer over een uurtje weg. En dan ga ik naar Tilburg weer even een hele wereldreis maken. Wat heb je gedaan? Oh, jij ook hier! Wat schattig! Yeah. Zo cute, jullie! I can! Douwe, Jut! Dat is iemand die fles vasthoudt en handen met twee handen die pol heeft erin. Ja! 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 Mooi hè, jongens. Ja, proost hè. Oh, wow. Happy New Year. Happy New Year. Ik heb roze champagne, jongens. Je ziet het alleen. Papa, ik ga dood. Hé, die kak zit ertussen. Hé, er zit wat kak tussen. Hé, die kak zit ertussen. Spring summer of fall. All you have to do is call. Hé. Hij is een afstommend talent en hij moet letten op zijn talent. En daarom moet hij even aan de thee. Oeh, hier is mijn clipje bij. Yes! Oh, niet. Gelukkig nieuwjaar! Oeh! 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 Zo, nou, ik ben ongeveer een hele dag brak geweest van gisteravond. Ik dacht eigenlijk niet zo heel veel had gedronken en zo. En ik voelde me prima gisteravond. Ik had gewoon een leuke avond. Gewoon wel wat wijntjes op, maar niet bijzonder. Maar oh, ik heb me vandaag toch een knallende koppijn gehad de hele dag. En ik was misselijk en nou, het ging niet helemaal goed. Dus ik heb bij deze ook echt met mezelf afgesproken dat ik echt ga stoppen met drinken. En dan zeg ik niet dat ik helemaal niet meer ga drinken. Maar gewoon 1 glas. Dat is genoeg voor mij. Weet je. Het stomme is, ik word nooit ook echt dronken. Dus het leuke van alcohol, dat maak ik eigenlijk al niet mee. Maar de dag daarna voel ik me elke keer wel super ellendig. En dan denk ik, waarvoor doe ik het dan? Want ik ben net zo gezellig als ik niet drink. Dus ik heb me dus de hele dag ellendig gevoeld. Begin 2020. Ja, ik heb letterlijk de hele dag op de bank gelegen. En nu is het 12:00, ga ik naar bed. Maar ik heb helemaal geen zin om naar bed te gaan. Want ik heb de hele dag op de bank gelegen onder een deken. Dus ja, dat is een beetje vervelend. Maar goed, ik ga lekker in mijn bed liggen nog alweer. En Netflixen of zo, denk ik. Mama en ik zijn aan het shoppen, maar het is erg druk in de stad. Oh, wat met mij.
Dit is echt niet normaal. Kijk even, mam. Wat er allemaal voor ons loopt. Ik heb wel weer lekker veel gekocht. Ik doe thuis wel even een shoplogje. Lekker druk, hè, mam? Ja, heerlijk. Mm. Genieten. Nou, het is inmiddels weer een dag later. En ik had natuurlijk gisteren beloofd dat ik even zou laten zien wat ik allemaal had gekocht gisteren in Amsterdam. Ja, ik zei het gisteren al in de vlog, maar het was echt intens druk in de stad. Maar goed, ik heb alsnog leuke dingetjes gescoord, dus daar ben ik blij mee. En die ga ik nu even aan jullie laten zien. En dit is ook, er zitten ook nog een paar dingetjes bij wat ik eerder deze week in Amsterdam had gekocht. Bij de Primark had ik nieuwe oorbellen gekocht. Ik had een setje met ringen gekocht en een setje met gewoon kleine oorbelletjes. Op een gegeven moment worden deze sowieso altijd lelijk, maar dan gooi ik ze gewoon weg. En ja, voor de prijs maakt dat niet zoveel uit. Dit setje is 4 euro en deze 1,50. Dus dat is super fijn. Het volgende zijn scrunchies, allebei van Brandy Melville. Deze kosten 3 euro per stuk. Maar ik vind deze gewoon heel erg fijn. Want ze zijn echt super stevig. En ze gaan echt heel lang mee. Dus dat is heel fijn. Ja, scrunchies is ook wel iets wat ik echt heel vaak kwijtraak. Dus nooit genoeg ervan. Dus ik koop gewoon elke keer weer nieuwe. En nu had ik gewoon voor een zwarte gekozen. En deze, want die vond ik heel erg leuk. Dan had ik bij de Subdude dit super leuke panter coltruitje gekocht. En dit is sowieso leuk om gewoon los te dragen. Dat sowieso. Maar wat ik eigenlijk nog leuker vind is om dit te dragen met een shirtje eroverheen. Om het iets minder heftig te maken, zeg maar. Dus dat het colletje er gewoon bovenuit steekt. En misschien de mouwen. Dus ja. I really like this. En Judith had deze ook gekocht. Dus we zijn weer lekker twinning is winning. Deze was 23 euro. Dan heb ik bij de Bershka deze body gekocht. Ik draag heel vaak van dit soort doorschijnende shirtjes als ik uitga, als ik een feestje heb. Of ja, dat soort dingen. Dus ik draag het best wel veel. Maar ik had nu alleen nog maar met stipjes erop. Of ik heb er eentje met sterretjes die heel erg glitterig is. Die je ook niet altijd zin hebt om aan te trekken. En nog eentje met nog meer glitters. En ik wilde gewoon eventjes een simpele. Waar ik ook gewoon dan misschien een wat ander soort broek onder kan dragen. En ja, deze dus. Het is een body en hier ben ik heel blij mee. En deze was 13 euro. Deze hebben jullie deze week al best wel veel in de vlog kunnen zien. Deze trui, ook van de Brandy Melville. Ja, hier ben ik super blij mee. Deze ga ik sowieso echt niet normaal vaak dragen. Ik heb hem nu deze week geloof ik al drie keer aangehad. En ik vind hem gewoon super leuk. En ja, past gewoon heel erg bij mijn kledingstijl. Dus ik ben hier echt heel blij mee. En die was 25 euro. En dan nog iets bij de Brandy Melville. En dit is echt denk ik mijn meest impulsieve aankoop ever geweest. Ik had deze jas al zien hangen toen ik er van de week was. Maar ik heb toen eigenlijk niet naar de prijs gekeken. Want ik ging er eigenlijk heel erg van uit dat die gewoon heel duur zou zijn. Maar ik gok ook dat die in de sale is gekomen. Brandy Melville heeft eigenlijk nooit sale. Maar ik kan me ergens vaag herinneren dat ik hem eerst voor iets van 45 euro zag hangen. En nu was hij opeens 28. Maar dat is deze jas. Het is een zwarte wollen jas. En ik ben hier echt mega blij mee. Want ik wilde al heel lang zo'n soort jas. Weet je wel, het is ook een beetje zo'n oversized bomber model. En hij is echt oprecht super warm van binnen. Hij is gewoon gevoerd. Ik ben er echt intens blij mee. En hij was dus 28 euro. Er zitten ook nog zakken in. En ik zie dat er zelfs ook nog een binnenzak in zit. Nou, ik ben hier helemaal blij mee. Meer heb ik niet te zeggen. Ik ben hier echt helemaal blij mee. En dan als laatste kledingstuk had ik bij de Monkey in de sale deze superleuke blazer slash jas. Want het is echt best wel dik gevoerd van binnen voor een blazer. Dus ja, ik kan hem ook echt makkelijk in het voorjaar als jas dragen. En dat vind ik heel leuk. En ik heb deze gekocht voor 15 euro. Dus ja, ik kon hem gewoon niet laten hangen. En ik vond hem echt zo leuk. Nou, en dat was alle kleding die ik heb gekocht. Dus daar ben ik heel blij mee. En dan heb ik ook nog twee Aegina Force gehaald. De Aegina Force druppels en Aegina Force hot drink. En ik wilde hier dus heel eventjes wat over zeggen. Wat over vertellen.
ja, ik had dus laatst een keertje op school en toen ik voelde gewoon aan alles dat ik ziek begon te worden, weet je wel. Maar eigenlijk kwam dat echt totaal niet goed uit, want ik had allemaal belangrijke dingen die eraan kwamen. En ik wilde gewoon niet ziek worden. Dat, ja, soms komt dat gewoon niet goed uit, maar ik voelde dat heel erg aan. En toen zei dus een meisje in mijn klas, Lisanne, die zei, Pam, je moet nu Echinaforce halen. Dus ik zo, ja, het zal allemaal wel. Ik geloof nooit zo in van die middeltjes, weet je wel. Maar toen heb ik het toch gedaan. Ik heb toen deze gehaald. Dit is de hot drink. Dus dat doe je gewoon in warm water. En dat drink je gewoon als een thee. En ja, ik gebruikte dit. En echt binnen nou, 2 of 3 dagen voelde ik alles wegtrekken. Het was echt niet normaal. En vorige week had ik het weer op wintersport. Ik voelde gewoon, ik had al heel veel slijm in mijn keel. En de volgende ochtend had ik superveel keelpijn. Ik voelde me niet lekker. En gewoon buh. En toen begon ik dit weer te drinken. En ik nam het zeg maar 2 dagen, 3 keer op een dag. En daarna was er niks meer aan de hand. Ja, ik weet niet. Het is echt gewoon een wondermiddel. Ik geloof er gewoon echt in. Dus mocht je last hebben van verkoudheden, haal dit. Want dit echt, het werkt zo goed. Nou, ik ben weer gezellig met mama op pad. Want we zijn naar Thriller Live. Ja, zeg jij maar niet. Zeg maar. Nu heb ik het niet meer. Zeg even. Thriller Live. Thriller. 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 Hij zit er al, filmen. Ja. Yeah. Daar zit hij, jongens. Hij is weer opgestaan uit de dood. En voor de mensen die het nog niet door hadden. Oh, hi. Was je er weer? Het gaat over Michael Jackson. Oh, god. Leuk. Het is ongelooflijk hoe vaak jullie mij lelijk zien op beeld. Maar it's okay. Ik zit al de hele dag in mijn pyjama. Het is nu 5:10 en ja, dit was mijn laatste echte officiële vakantiedagje. Want morgen ga ik terug naar Tilburg. Mag ik mijn huis opruimen, boodschappen doen. Dus ja, nou dat zie ik niet meer als een vakantiedag. Want dat is gewoon al opstarten tot ik weer naar school moet. Dus ik heb vandaag gewoon lekker helemaal heerlijk helemaal niks gedaan. En dat was eigenlijk best wel gewoon heel erg fijn. Ik ben echt totaal niet ready voor school. Waarschijnlijk als ik weer een weekje bezig ben, dan zit ik er weer helemaal in. Maar ik kan me gewoon nu even niet voorstellen hoe ik weer in godsnaam in mijn schoolritme ga komen. Vergeet ik ook nog eens gewoon te vertellen waarom ik die camera aan had gezet. Ik heb vanochtend samen met Judith een reis naar Londen geboekt. En dat wilde ik dus even vertellen. We gaan in de meivakantie samen naar Londen. En we hebben ook al kaartjes voor Dear Evan Hansen en Six Musical. En ja, ik heb er echt ontzettend veel zin in. En ja, dit is echt voor het eerst dat Judith en ik echt samen weggaan. Het is tijd om mijn koffer in te pakken. Help. Ik ben inmiddels echt pro geworden in inpakken. Je wil niet weten hoeveel kleding ik aan deze kant heb weten te krijgen. Waardoor ik nog een hele kant over heb. I'm very proud, want ik heb alles in 2 koffers gekregen. Niet verwacht dat ging lukken, dus ik ben heel trots. Er zijn nog een paar kleine dingetjes, maar die neem ik morgen gewoon mee in mijn rugzak. Nu ik het eenmaal allemaal heb ingepakt, vind ik het eigenlijk ook alweer prima om morgen weer terug te gaan. Dus ja. Ik ben zeg maar een beetje te lui om mijn camera uit mijn tas te pakken, maar ik zit op het station te wachten tot mijn trein komt. En dan ga ik naar Tilburg. Ik vond het eigenlijk wel lekker om vakantie te hebben. Maar goed, het echte leven moet weer beginnen. Ik heb deze 2 koffers mee. Ze zijn tering zwaar. En ja, leuk. I'm back home. Ik ben weer in Tilburg in mijn kamertje. Dus ja, de treinreis was eigenlijk nog best wel chill. Ik heb een beetje voor me uitgestaard en podcast van Romane geluisterd. Dat is echt heel top. Romane, die kunnen jullie kennen van YouTube. It is Romane, is haar kanaal. En ze heeft nu tegenwoordig ook een podcast. En daar luister ik heel graag naar. En ik had 1 aflevering nog niet gehoord, dus die heb ik lekker geluisterd in de trein. Dus het was best wel chill. En ja, ik ben nu in Tilburg. Ik ga nu denk ik eerst eventjes mijn koffers
gelijk uitpakken, want anders weet ik wel weer dat ik dat nooit meer ga doen vandaag. En dan ga ik daarna heel even douchen, even mijn haar wassen, want dan kan dat lekker de rest van de dag drogen, want als ik dat vanavond doe, dan ga ik weer met nat haar slapen, daar heb ik geen zin in. Dus dat ga ik daarna doen en dan ga ik daarna boodschappen doen. En dan is het denk ik alweer etenstijd. En dan ga ik nog even lekker een avondje chillen. En even wat dingetjes regelen voor school. Want ik moet even wat dingen op een rijtje hebben. Dus ja, dat is de planning nu. Ik heb boodschappen gedaan. Oh, en dit is zwaar. Ik heb mijn boodschapjes gedaan. Ik heb nog nooit zoveel geld uitgegeven in de supermarkt. Het viel wel mee. Het was 35 euro. Maar normaal zit ik daar echt denk ik de helft onder. Vaak denk ik al bij 20 euro. Wow, duur. Maar goed, ik had echt helemaal niks meer in huis. Dus ik heb flink ingeslagen. In principe zou ik het willen laten zien, maar het is echt heel erg veel. Dus ik ga dit gewoon nu even lekker opruimen. En ik laat zo meteen wel zien hoe mijn koelkast en alles er weer uitziet. Oké, nou het is weer een paar uurtjes verder. Ik heb net een video opgenomen. Daar ben ik echt heel trots op. Ik wilde hem eigenlijk gelijk editen. Maar ik ga eerst even alles importeren en zo. Want anders gaat het weer helemaal mis. Dus ik ga hem denk ik morgen af editen. En het is nu... Ik wilde op mijn horloge kijken, maar die heb ik niet om. 10 uur. En ja, ik ga me zomaar klaarmaken voor bed. Ik moet nog even een paar dingetjes... zometeen doen. Ik moet even wat bladmuziek zoeken voor morgen, want ik heb zangles. En dan gaan we weer beginnen met school. Het voelt gewoon heel gek, want ik heb echt heerlijke 2 weken gehad. Ik weet niet, het was gewoon zo fijn om even lekker weer helemaal volledig op mezelf te zijn. En lekker te doen waar ik zin in had. En even niet met school bezig te zijn. Maar ja, ik denk als ik nu weer een weekje bezig ben, dat ik het wel weer terugvind. Maar nu kijk ik er gewoon een beetje tegenop, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, dat komt vast allemaal goed. Slaap lekker. En bedankt voor het kijken. Doei doei.